Ja? Oh, dat is een dikke meter, snoekgek. Ja, hij ligt erachter. Hij draait erachter. Ja, 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 ja. Ja? Komt-ie. Ja. Ja! Lekker. Flynn! Vissen in quarantaine is... Domme. Wat moeten we nou? Ik weet het niet. Het is gewoon letterlijk niks wat ik kan bedenken wat we kunnen doen. Ik kan niet eens voetballen. We kunnen niet samen naar sportschool. Ik weet het. Wat dan? Wat ga je doen? Fren. Oké. We gaan vissen. Ga je vissen? Hou dan rekening met de coronamaatregelen. Vis bij voorkeur alleen. En ga je toch samen vissen? Hou dan minimaal 1 hengellengte afstand van elkaar. Dan hou je het veilig voor jezelf en ook voor anderen. Veel visplezier. Een hele goede dag, lieve mensen. Super fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe vissenquarantaine. We zijn een poosje weg geweest, maar we zijn weer terug. En gelukkig, heel erg gelukkig, zijn er ook weer wat regels opgeheven. Je mag tegenwoordig weer naar de sportschool, je kan op het terrasje zitten. Super fijn allemaal. Maar nog steeds moeten we een klein beetje rekening met elkaar houden. Dus doe sowieso voorzichtig. Ga niet met te veel mensen tegelijk op pad. Hou een beetje afstand van elkaar. En dan kun je gewoon lekker vissen. De komende tijd wil ik samen met Francis weer een aantal vissen in quarantaine maken. Deze van vandaag gaat over snoeken. Er komt er nog eentje aan over hoe je makrelen kan vangen in Nederland vanaf de kant. En ik wilde heel graag nog eentje doen over het jiggen op snoekbaars en baars. Dus die komen er in ieder geval nog aan. Heel veel plezier met het kijken van deze video en geef alvast even een blauw duimpje omhoog. Yes, we zijn even weg geweest. Ik heb het ontzettend druk gehad met mijn werk, Francis ook. Maar wij zijn hier vandaag met het onderwerp waar de meeste vraag naar is geweest ooit. We gaan namelijk... snoeken! Yeah, we gaan op snoek vissen. We gaan jullie laten zien hoe je een snoek moet vangen, waarmee... hoe je hem onthaakt. En heel belangrijk, een vraag die ik veel krijg. De kieuwgreep. Hoe doe je nou de kieuwgreep bij een snoek? Het is misschien wel de enige manier waarop je snoek veilig kan pakken. De snoek heeft wel 700 vlijmscherpe tanden waarmee hij je handen kan kapot snijden. Hij kan een vis pakken en hem vermoorden. Dat willen wij voorkomen. Wij willen geen kapotte handen. Nee. En zelfs Francis kan de kieuwgreep. Die had hem met haar eerste keer dat ze een snoek ving al helemaal goed. Dus dat kunnen jullie thuis ook. Dus maar belangrijk is, voordoen, precies, we gaan hem zo meteen even voordoen. Het belangrijkste is dat je gewoon durft en dat je het goed doet. Want als je het niet goed doet, ja, dan kan je sneetjes krijgen in je vingers. En dat is gewoon niet fijn, want de snoek heeft niet zulke hele lange tanden. Maar de tandjes die ze hebben zijn super scherp. Ja, en daarmee kan die vingers gewoon flink openhalen. We gaan in ieder geval nu inpakken. We hebben de spullen klaar. We hebben een onthaakmatje, hengel, schepnet. We gaan ervoor, staaldraadje uiteraard. En zin. En natuurlijk niet vergeten, polaroidbrilletje. Oh ja, dat heel is belangrijk. Wel makkelijk. Want snoek is een roofvis die wij op zicht ook wel belagen. Kijk, het is een vis die zwemt in helder water, vaak met planten. En die snoeken zie je vaak heel mooi aankomen zwemmen. En dan komt hij achter je aasje aan. En dan wil je natuurlijk goed zien wat hij doet en hoe je daarop kan reageren. Dus dan heb je een polaroidbril nodig. Goed, heb je een polaroid? Ja. Ik heb spullen in de auto liggen. Laten we gaan. Let's go. Yes. We zijn op het eerste plekje aangekomen. We zijn er helemaal klaar voor. Francis gaat met spinhengel vissen. Ik vis met een hengel met een beetkastertje, een reeltje. En we vissen allebei met een spinnerbeet. Waarom? We vissen nu ergens waar je heel veel plantjes hebt onder water. En is zo'n spinnerbeet handig. Die kan je er mooi tussendoor trekken. Die heeft altijd wel actie. Onderop zit een twisterstaart, bovenop zit een spinnerblad. En het werkt gewoon heel goed. Het is een zomeraasje. We gaan aan de slag. Ben je klaar voor? Yes, we gaan weer even lekker snoekie vangen. Lekker. Nou, eerste worp voor jou. Ja. Laat maar eens even zien hoe je dat doet. Gewoon een end heen gooien. Ja, gewoon een end heen gooien. Er staat wel veel wind, gek. Ja, klopt. Je moet gelijk zo meteen je beugel dicht doen, anders zit je in de planten. Dat heb je nu. Ja. Joi, wat is dit dan? Het goed? Ja. Zo'n lekker windje.
Voor het vissen op snoek zijn een aantal dingen essentieel. Om te beginnen natuurlijk een staal onderlijntje of een fluorcarbon onderlijntje. Snoeken hebben superscherpe tanden en bijt jouw lijn zonder problemen door. Hiervoor moet je dus iets hebben wat tandbestendig is. Staaldraadje of een fluorcarbon onderlijn vanaf 80 honderdste is snoekproof. Als je die aan je lijn knoopt, dan weet je in ieder geval zeker dat de snoek jouw lijn niet gaat doorbijten. Die kun je gewoon kopen bij een hengelsportzaak. Je kunt ze ook zelf maken. Ik doe meestal gewoon kopen. Lekker makkelijk. Daarnaast, vanwege die lange tanden heb je natuurlijk ook een goede tang nodig. Een lange tang om te onthaken is belangrijk. Een snoek heeft een grote bek. Zeker als het haakje wat verder achter in de bek zit, heb je een lange tang nodig. Waarmee je veilig kan onthaken. Zodat jij niet in je vingers wordt gebeten. Daarnaast, een goede kniptang waarmee je een haak door kan knippen is ook altijd handig. Niet alleen om de vis te beschermen als een haak vervelend gehaakt zit, maar ook voor jezelf. Stel je voor, je krijgt een haak in je vinger en er zit nog aan de snoek vast. Je kan hem niet loskrijgen. Heb je een kniptang nodig. Om de snoek te landen, kan je natuurlijk niet altijd een kieuwgreep toepassen. Als je vanaf een hoge kade vist, neem dan even een schepnet mee. Het liefst een rubber schepnet, want een rubber schepnet zorgt ervoor dat je haken niet komen vast te zitten in de mazen van het net. Dus een rubbernet is fijn, het is veiliger voor de vis en super handig. Daarnaast, als je de vis op de kant hebt, heb je een onthaakmatje nodig. Dan kun je de vis netjes opleggen. Als je dan gaat spartelen, beschadigt hij niet. Dan kun je de vis netjes terugzetten. Voor het snoeken kan je diverse hengels gebruiken en natuurlijk verschillende soorten kunstaas. Snoek is echt een veelvraat en het maakt niet zo heel veel uit of jij shads gebruikt, spinnerbaits, spinners, pluggen, jerkbaits. Noem het maar op, alles werkt wel, maar zorg er altijd voor dat je kijkt naar wat is je situatie. Hoe ziet het water eruit? Heb je veel planten? Gebruik je bijvoorbeeld een spinnerbait of een shad met een enkele haak die je makkelijk door de plantjes heen vist? En heb je een mooi schoon kanaal? Dan kun je bijvoorbeeld een plug met een duiklip vissen of een jerkbait. Dus let daar in ieder geval op en pas je hengel aan op het gewicht van je kunstaas of juist andersom. Zorg, ga niet met een hele lichte hengel heel zwaar kunstaas gooien. Ga niet met een hele zware kunstaas heel licht kunstaas gooien. Pas dat een beetje op elkaar aan. Ik gebruik voor het spinnen meestal gewoon een redelijk lichte spinhengel. Een spinhengel tot 50 gram of een spinhengel tot 100 gram. Kun je prima mee uit de voeten. Al gebruik je een hengel waar je jerkbaits of spinnerbaits mee gaat gooien, dan kun je beter misschien een wat zwaardere hengel gebruiken. Een hengel met een rail in plaats van een molen. Een rail is wat sterker dan een molen. Heeft een as over dwars zitten, waardoor die de klappen van je kunstas beter kan opvangen dan een molen. Dus voor jerkbaits waar je mee je rukken geeft aan je hengel, kun je beter een rail gebruiken. Ik gebruik vaak hengels tot 100 of misschien tot zelfs 150 gram werpgewicht. Dat zijn hengels die ik het meest gebruik. Gebruik niet te lange hengels. Hengels van een lengte van ongeveer 2,10 meter tot 2,50 meter zijn vaak ideaal. En we hebben een plekje gevonden uit de wind. Ik kan hem een beetje zo door de plant heen sturen. Precies. Laat jij eens even zien hoe je dat doet. Dan kan je hem aan zien komen. Dat is ja, vet. Dat is super vet. Daar hebben we die Polaroid. Ik kan een korte worp maken en dan trek je hem gewoon vlak langs de planten. Beugel dicht. Ja, goed zo. Even een ruk geven. Ja. Kijk, nu kan je hem heel veel laten zakken. Even een ruk geven, je planten eraan. Harder. We gaan nu korte worpjes maken en een beetje tussen de plantjes doorvissen. Dikke metersnoek, jongens. Hij kwam echt net kijken en toen wilde ik hem ophalen. Oh my god. Hij heeft geen haak gevoeld. Die pakt misschien nog een keer. Oh mijn god, ik heb een hartverzakking. Oh, die was groot. Dat was een metersnoek. Dat was een metersnoek, vriend. Dat was een metersnoek. Oh my god. Oh my god. Wow. Ik schrik me de pestpleuren. Oh, ik wou dat ik een dubbel haakje had gehad op deze. Maar hij zat wel heel eventjes vast, hoor, had ik het idee. Hij had hem gewoon in zijn bek.
Oh mijn god, hé. Dat was gewoon dikke vette meters. Wat? Helemaal niet dood. Vangen, denk je? Ja. Ja, die pak ik nu wel. Anders pak ik hem straks nog wel. Zo, oh mijn god. Die lag gewoon tegen de driet aan. Ja, ik wilde hem echt net omhoog doen, dat eruit halen en toen kwam hij langs. Wat ziek, hé. Dat is echt een grote vis. Zou je dat kunnen zien op beeld, denk je? Nee, ja, wel dat je aanslaat en wel onze reactie. Oké, jongens, er gebeurt net iets. Francis die slaat een snoek mis, vlak voor de kant. Niet te dichtbij, niet te dichtbij. Kom maar hier staan. Ik denk dikke meter, ik denk 1 meter 5 of zo. Echt bizarre vis. Ik zet de camera even neer. Ik gooi deze hengel in. Dan gaat Fren hem binnendraaien. Hoezo? Ik wil hem zelf gooien. Dus toppie laag. Draai. Goed stevig slaan. Stevig aanneppen als hij hem pakt. Ja. Goed draai. Top laag. Draai. Sneller. Zo, wat een snoek was dat, joh. Wat ziek gek. A few inches later. Kom even filmen dan. Ah, ik heb er één. Snoek, jongens. Nee, kleintje. Kijk, lekker. Pak jij het schepnet maar even en geef die maar even van mij en dan kan je even de camera aanzetten. De camera maar aan, ja, top. Kijk jongens. Wat heb je, Daniel? Ja, snoekie. Lekker hoor. Lekker. Duurt niet lang na die misser van jou? Nee. Eerste van de dag. Ja. Tik er heel zachtjes op. Tenminste ik hem. Vet. En daarna nog een keertje. Hoppa. Oh. Nice. Kijk. Zo. Eerst is binnen. Lekker man. Blij mee. Echt zo. Laat hem eens even zien. Je zit in het lippie gehaakt. En jongens, wat nou belangrijk is bij een snoek, is dat je een goede tang hebt. Onthaakmatje, ik leg hem even tussen onthaakmatje, dat als hij gaat spartelen, dat hij zichzelf niet verwondt. Kijk jongens, dit is het soort tang wat je gebruikt om je vingers te beschermen. Goed onthaakgereedschap is belangrijk. Wat ik doe, is ik pak even het snoek in die kielgreep, ga ik je zo laten zien. Kijk, hij gaat nu schudden. Oh. Pak de haak met de tang vast. Tik hem zo los. Dan ga ik jullie eens even laten zien hoe de kielgreep nou werkt. Hij is wel een beetje druk, hè? Een kleine drel. Kijk jongens, dit is die mooie snoek. Hij heeft hartstikke scherpe tanden, grote bek vol. Kan ik je zo laten zien. Scherpe tanden in de bovenkaak en lange tanden in de onderkaak. De snoek's kielplaat die loopt hier zo. Wat je doet, is je gaat naar de kin van de snoek. Dan pak je de plaat. En je ziet hier aan de binnenkant zie je de kieuwen. Je gaat met je vingers ga je langs die kielplaat. Ga je naar de onderkant van de kaak toe. Krult je vingers naar je toe. Doet je handen eronder. Ja, zo kan je dus nooit die tanden raken. Precies, zo kan je nooit de tanden raken. Ik zal je ook laten zien hoe het eruit ziet aan de binnenkant van de bek. Je ziet dat mijn vingers tegen de wand van de bek aan zitten. Zo. Linkerhandje ondersteunen, rechterhandje vastpakken of andersom. Nou, en dan kan je dus mooi een fotootje maken. Je kan hem zo goed handelen. Hij is een beetje dun, hè? Het is een dunnetje, maar het is ook niet zo'n lange vis. Nee. Nou, terugzetten. Ja. Leuk. Lekker man, eerst is binnen. Ik zet hem even in het schepnet. Oh, zo. En dan gaan we vanuit het schepnet terugzetten. Ja. Ja? Ja. Kijk eens, daar gaat hij. Hoppa. Diept in. Nice. Lekker man. Super vet. Toepie. Blij mee, eerste snoek's binnen. Ja, en de tweede voor mij. Hè? Ja, de tweede is voor jou. Zo jongen, we hebben echt net zo'n grote snoek gemist. We weten waar die ligt. We gaan zo meteen terug als we hier, voordat we hier weggaan. En dan gaat Fren hem vangen. Dat was echt een dikke vette meter snoek. Ik moet hem gewoon vangen, dat was echt huge. We hebben in ieder geval de eerste binnen. Allebei de aanbeten hebben we gekregen op een spinnerbait. Dus die houden we er ook voorlopig even aan. We hebben net ook wat andere aasje geprobeerd, die deden het niet. Spinnerbait is vandaag the way to go. Dus nu is Fren aan de beurt. Zo, camera draait. Ja. Zeker, dat is een spinnenbeetje makkelijk pakken.
Nope. Er zijn binnen snoekvis een aantal gezegdes. Een ervan is: meters maken is meters vangen. En snoeken is zoeken. En het klopt ook wel. Wat wij nu doen is, wij hebben allemaal plekjes waarvan ik denk dat er wel een snoek ligt. En wij zijn echt aan het zoeken naar actieve vis. Dus wij komen op een plekje aan, we werpen hem uit. We gooien op één plek, nou, misschien 15 worpen de man. En dan gaan we verder. En zo vissen we hier zo een hele woonwijk uit. En maken we heel veel meters. Wij vissen nu alleen op de vissen die actief zijn. Die klaar liggen om je aasje te pakken. En op die manier ben je gewoon lekker effectief bezig. Je bent veel aan het lopen, veel aan het zoeken. Maar ik vind dat zelf de leukste manier van snoeken. Je kan ook één plek pakken waar je van je denkt van, nou, zwem hier vanzelf een keer langs. Kun je de hele dag op één plek blijven gooien. Maar ja, ik vind dat niet leuk. Wij zoeken gewoon. We kijken of ze zien. We hebben ook ons Polaroid op. Het is hier best wel helder. Je zou eventueel snoek ook gewoon kunnen zien liggen als je goed kijkt. Dus het riet naast de plantjes. Ja, en als je dan eentje ziet, die kun je hem aanwerpen. En dan pak dan je aasje. Dat is natuurlijk helemaal gaaf. Jongens, waarom vis je nou op stekjes zoals dit? Het water is kraakhelder. Je ziet overal plantjes en snoeken houden ervan. Snoeken hebben een prachtige schutkleur. En zelfs als ze 1,20 meter lang zijn, kunnen ze zich nog aardig verschuilen tussen die planten. Dus wat je moet zoeken als jij wil gaan snoeken, ga op zoek naar water wat helder is, wat een beetje plantenrijk is. Het hoeft niet helemaal vol te staan met planten. Maar staan er veel planten, vis dan eens met een spinnerbeet. Spinnerbeet haal je makkelijk tussen de plantjes door en snoeken zijn er dol op. Laat jij eens even zien hoe je snoek vangt. Het is makkelijk aasjes, hè, die spinnenbeet. Ja, ik vind het wel chill, ja. Zeker met die planten. Ik heb er niet zoveel last van. Nee. En die spinnenbeet, hoe hou jij die binnen? Gewoon draaien. Eigenlijk wel, hè? Ja. Weet je hoe ze dat noemen? Nou? Grinden. Grinden. Hoogsnelheid. Gewoon grinden. Hoogsnelheid tussen de plantjes op draaien. En af en toe dan heb ik een halve struik mee. En wat doe je dan? Dan geef je even een goede ruk eraan en dan is alles eraf. Dat is goed zo. Hey, oh, lekker! Wordt eventjes in het water gescheten. Is het niet goed hoor? Is het niet goed? De truc ook, we vissen nu boven planten. Die planten komen tot ongeveer 30, 20 centimeter rond het oppervlak. Die snoeken liggen daartussen, die liggen te wachten. Dus wat je doet, is je haalt je aasje net door de toppen van die planten heen. 20, 30 centimeter rond het oppervlak. Dus wat je doet, als je in hebt geworpen, gelijk je beugel dicht, gelijk draaien. Ja, want anders zit je dus ook echt vast met je aas. Precies. Wat gaan we doen, Fren? Ja, we gaan toch nog even voor die dikke joekel, hè? Zeker. Ja. Denk je dat gaat lukken? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het ook. Maar ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Misschien is hij wel ons te slim af en denkt hij, ik kom niet meer. Dat is ook zo. Ja, wat het met snoeken is, ze hebben niet zo lang geheugen. En ze hebben gewoon vaak honger. Dus als jij een snoek hebt gemist, je weet waar. Snoeken zijn ook nog eens vaak heel erg honkvast. Dat betekent dat ze vaak op dezelfde plekken liggen de hele dag. Dus wat we net hebben gedaan, we hebben die snoek gemist. Hij heeft volgens mij geen haak gevoeld. Volgens mij ligt hij daar gewoon nog lekker te chillen. Wij gaan nu terug, uurtje later. En dan zou het best kunnen zijn dat hij is gereset. En dan gaan we hem gewoon lekker vangen. Hij is echt mega groot. Ja, ik denk als ik deze vang, dat het de grootste snoek ooit is sowieso voor mij. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Dat weet ik zeker! We moeten hem hebben, jongen. Dat is echt een unit. Goed. Ik ga echt janken vanavond als ik hem niet heb. Dat vind ik echt naar. Dan gaan we gewoon morgen terug, ja? Ja. Zullen we dat doen? Ja. Oké. Spanning, ik word helemaal niet goed. Nou, laat je eerst even twee worpen zien. Twee worpen zien? Ik moet hem binnen twee worpen hebben. Zelfde worpje maken. Zelfde worpje snijden. Kom op. Grote kans dat hij erop duikt. Nou, dat was de worp ongeveer. Toch? Ja. Als je er toch op klapt, nou jongen, ik word gek. Nope. We hebben 2 uurtjes gevist, 2 keer beet gehad. Helaas, de grote snoek van Fren is eraf gegaan. Wij moeten nu rijden, want we gaan de auto van Fren ophalen. Morgen gaan we nog even een
uurtje of twee proberen. Ja, even kijken of we nog een dik kunnen vangen. Frenny moet er nog eentje hebben. Ja. Zo. Ja, ik vind het echt jammer. Ja. Ik dacht echt dat ik hem had, maar niet dus. Helaas. Dat is ook vissen. Kan het beste gebeuren. We gaan even rijden en dan zien we jullie morgen. Oké, jongens, daar zijn we weer. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik heb even een iets zomerser pakje aan. Francis ook. Woe! Applaus voor Francis. Oké. Okay. Maar we gaan het toch even proberen. We hebben er zin in. Het is iets later op de dag. Gisteren waren we midden op de dag, nu avond. Ik heb een extra haakje voorzien aan de hengel van Francis. Dus als hij groter opduikt en het duikt op dat mini haakje, dan zit er nog een haakje achter. Dus hebben we iets grotere kans. Dan moeten we hem gewoon vangen. Ja, we gaan ons best doen, jongens. We gaan nog even proberen. Ik wil eigenlijk dat Fran nog één snoek vangt. Dan hebben we een mooie video voor jullie. Dus we gaan echt ons best doen. Yes. Klaar voor? Ja. Mooi. Take your stuff. Ja, dikke, friend. Hele dikke. Kom maar, gooi maar, gooi maar. Mis hem. Oh, dat was een dikke, jongen. Ja. Waar ook dan? In het midden, gewoon in het midden. Maar je moet wel opletten, het is niet zo diep. Dus je moet meteen draaien? Ja. Kort worpje. Beugel dicht. Draaien. Iets langzamer, iets langzamer, iets langzamer. Ja, de hengel iets naar rechts. Nu laten zakken. En nu naar links. Ja, hij zit erachter, hij zit erachter. Oh. Naar links, naar links. Blijf draaien. Oké, okay. Nu gaan we naar rechts. En nu gaan we naar rechts. En nu gaan we naar links. Ja, sneller, 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 sneller. Nu gaan we naar rechts. En nu gaan we naar links. En met een achtje, gewoon een achtje. Gewoon een achtje draaien. Hup, zonnebril weg. Nee, nee. Draaien. Hup, zonnebril weg. Nee. Oké, nou ja. Had je maar op je hoofd moeten doen. Oh mijn god, dat is echt. Dat was echt een grote snoep. Mijn zonnebril. Ja, zonde. Nou, vang die snoek, hup. Ja, ja. Jezus. Nou, nu moet ik hem ook vangen, want ik vind het helemaal niet leuk anders. Je weet hoe het ligt, hij ligt niet zo ver weg. En achtjes draaien. Kijk wel of hij erachter zit. Zag je hem of niet? Ja, ik zag hem, ja. Oké, nu naar links. En nu naar rechts. Nope. Hier gaat het lukken, hoor. Ja? Ja. Oeh. Oh, je mist er één, hè? Ik pak hem nu twee keer. Of niet? Ja, ik mis er wel echt één. Dat was vis, hè? Ja, dat was zeker vis. Oké, nog een keer gooien. Je moet wel. Kom eens. Wat een geluid met die kikkers, joh. Ja, gooi maar. Doe nou jezelfde worpje. Ja, er ligt geen plant ook. Ja, hij ligt erachter. Hij draait erachter. Ja, 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 ja. Komt ie, komt ie, komt ie. Ja, ja! Lekker! Ren! Nee! Wat is dit? Snel weer, gooien, oh gooien, gooien. Oh mijn god, ja, dit is kut, man. Gooi. Snel gooien. Nee. Snel gooien. 1 minute 37 seconds later. Zat er één achteraan? Ja. Snel gooien, gooien, gooien. Hero, echt gooien. In het hoekje. Grote? Nee, kleintje, maar maakt niet uit. Snoek? Tering, ja, zeker. Oké, dus als je straks hier in de hoek bent. Ga je naar links lopen? Ik deed weer niet verder draaien. Nee, maar dat maakt niet uit. Als je bij hier bent. Oké, als je er bijna bent, nu ga je naar links lopen. Maar hij heeft geen haakgevoel, denk ik, of wel? Nee. Oké, nou, dan kan je deze nog vangen. Nope. Nieuw stekje. Nieuw kansen. Yay. Nieuw snoeken. Wat? Nieuw snoeken. Yes. Ga hem nu vangen? Ja. Nou, nu kan het niet meer misgaan, hoor. Dan word ik helemaal gek. Dan is het echt verpest gewoon. Dan heb je maar 3 maal scheepsrecht, hè? Ja, maar we hebben nou toch al 3 misgeslagen, of? Nee, je hebt er toch 2 gemist. Oké, stop. Oh, stroming. Dit is perfect, hier ligt er één. Nice.
Maar zal ik hem werpen? Gewoon rechtuit? Gewoon waar je denkt. Gewoon niet in de lelies, gewoon ernaast. Ja. Ja, perfect. Engeltje naar beneden. Je voelt hem waarschijnlijk nu minder hard draaien dan net, omdat je er met stroom meegaat. Oké, top naar links, naar beneden. En even één ruk. Oh ja, ja, ja. Ja, je hebt een baars. Til hem op. Hoe dan? Hè? Ja, oké. Nou, chill. Zo goed. Ik heb in ieder geval niks gevangen. Nou, mooi baars, fan. Ja, op spinnenbeet. Nice. Die had je niet zien aankomen. Nee. Hij heeft zo'n rare zwarte stip op zijn ding, hè? Ja, daar zijn ze ook heel erg herkenbaar aan. Ciao, vis. Ja. Hier, pak hem over. Ja. Nice. Ja, vet, fan. Nou, die had ik niet verwacht eigenlijk. Nee, ik ook niet. Dik hoor. Ja, ook vet. Ik dacht al van, is het een snoek? Die is wel heel klein dan. Cool. Ja, vet man. Nou, dan wat terug. Top, ja. Ja, ja, je kan hem wel plonzen maar naar beneden hier. Zo. Papa. Lekker. Vet. Het is niet zomaar kapot. We hebben nog drie bruggen. Oh, drie. Je hebt nog drie kansen. Ja, drie keer kans op snoek. Snauk. Nou, ik weet gewoon zeker dat er bij elke brug wel een paar liggen. Maar dat ze gewoon niet boeiend vinden of zo. Nee, maar jouw aasje vinden ze wel boeiend hoor, denk ik. Ik bedoel, niemand heeft dit aasje nog nooit gezien. Want deze heb ik zelf gemaakt. Echt? Dit is een Daniel Weijers aasje. Nou, dan moet het helemaal lukken natuurlijk. Ja, toch? Kijk die kolk. Oh. Hij heeft niks gevoeld. Hij heeft niks gevoeld. Dat is een mooie vis. Centimeter of 70. Kom hier. Ja, ja, ja. Naast die lelies daar zo. Dat rechter plukje. Snel gooien. Kom op. Ja, duurt te lang. Ja, perfect. Zo vaak dat ze hem gewoon nog een keer pakken als ze hem missen. Dan zwom ik heel rustig weg daarna. Ja. Wat? Ja, gooi dan. Ja. Gooi dan. Draai naar rechts. Ja. Doordraaien. Verder naar rechts. Oké, nu naar links. Zal ik hem vangen? Waar is hij nu? Ja, ik zie hem nog. Hij ligt hier. Kut, ik had de Polaroid niet op. Mooi vis toch? Jeetje zeg, ik mis net een snoek. Dit is gewoon al de vierde snoek die we missen nu. Het is niet best. Het is een beetje de dag van de missers. Het is de dag van de missers. Vandaag. Zeker. Oké, dames en heren, het zit er weer op. We hebben het geprobeerd, we hebben een lekker avondje gevist. Helaas is er geen snoek uitgekomen, maar ik denk wel dat we flink wat actie hebben gehad. En ook jullie hebben kunnen laten zien. Jammer voor Fran. Maar ik heb wel een bonus baars, dus dat precies. Is ook wel leuk. Dat is ook wat waard. Ze heeft een mooie baars gevangen. En we hebben een mooie snoek gezien. We zagen hem er zo echt zo opduiken. Dat is echt heel gaaf. Ik hoop dat de beelden ook een beetje gaaf zijn geworden. En ik hoop natuurlijk dat jullie heel veel hebben geleerd van deze vissingquarantaine over snoeken. In de volgende vissingquarantaine gaan wij waarschijnlijk snoekbaarsen. Of anders vanaf het strand vissen. Heb je nog andere leuke ideeën? Laat ze hieronder achter in de comments. Vond je dit een leuke video? Geef even like en abonneer. En dan zien Frans en ik jullie graag de volgende keer. Ja, er ligt geen plant ook. Ja, hij ligt erachter. Hij draait erachter. Ja. Komt-ie. Ja. Ja. Haha. Lekker. Ren. Nee. Wat is dit? Snel weer gooien. Oh mijn god. Ja, dit is kut, man.